Patricia Hoytink-Rouwbos is donderdag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Overbetuwe. In Theater de Kik werd zij tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel beëdigd door John Berens, de Gelderse commissaris van de Koning. S'avonds konden inwoners van de gemeente in Café de Vereniging kennis maken met de nieuwe burgemeester. De opvolger van Toon van Asseldonk was nog niet eerder burgemeester. Patricia Hoiting-Rauwels was in Berkeland wethouder voor het CDA en eerste Loco-burgemeester. Donderdag 4 april ondertekende koning Willem-Alexander het koninklijk besluit voor de benoeming als burgemeester van Overbetuwe.